nou eens zeggen alweer, hè? Loes, dat jij dat zo een leuk idee. Als jij nou de jas al trekt en dan ga je een interview doen met, hoe heet die ook alweer? Met die Albert Verlinde en die Paulien Huizinga van de showtime, weet je wel. Oh, ja, die diepte interview, dat is leuk om hier te zoeken. Ik ook een beetje nu starten wij nu met. Ga jij juist al trekken. Ja. Starten wij de show. Attentie jongens, kom maar licht. En maak het lekker, hè? Ja, maar het is diep interview, hoor. Loes, niet dat we losse zand. Nee, wat informatie krijgen over hoe die mensen leven. Leuk interview, ga maar. Ja hoor. Ja. Goeie reis. Oké jongens, we gaan lekker hier. Attentie voor de stem. Wordt André van Duin wat hier roepen. Attentie, en daar komt de stem. Dames en heren. Ja. Hier is uw gastheer. Juist. André van Duin! Ja, wat een goeie! Nou, wat een goeie! Ja, hop. Hoi, om je hartje! Pak de blauw achter, over de voor! Blijf je mond vasthouden, ik heb niet gevraagd om het klaarklinken! Ja. Bobbels! Het is net een warme douche waar je in staat. Weet je, zo dat geklater hoort. Goedenavond thuis. Blij dat u ook allemaal weer kijkt. En hier in de zaal natuurlijk, hartelijk welkom. Wij nemen dit programma op, dat thuis zal het u verder misschien een worst zijn, maar we nemen dit programma altijd op in Studio 1. Dit is Studio 1, hè, waar we zitten hier, Studio 1. En daar worden elke dag weer andere programma's opgenomen. Als ik nou vanavond hier klaar ben, dan komt er vannacht gelijk een hele ploeg jongens in, die gaan de hele decor gaan ze afbreken, je weet niet wat je ziet, in één nacht. En dan gaan ze gelijk morgenochtend weer opbouwen voor de surprise show. Morgenavond staat Henny hier weer. En de volgende dag staat Ron hier weer. Dus dan gaat het continu door. Hè? De postcode loterij, Rad van Fortuyn. Dus u kunt nagaan, dus altijd een drukke bedoeling hier in de studio. En het is zo leuk als je dan hier de kantine inloopt, want iedereen is aan het voorbereiden natuurlijk. En daar zitten alle programmamakers, die zitten daar gewoon gezellig te eten met z'n allen. Het is altijd zo'n leuke sfeer. Vanmiddag ook nog zat bijvoorbeeld Tineke de Nooij samen met Wim Bosboom aan een tafeltje. Tenminste, dat denk ik, want dat tafeltje kon je niet meer zien natuurlijk. Misschien zaten ze gewoon tegenover elkaar, dat weet je niet. Maar ja, ze nemen nogal wat ruimte natuurlijk, hè, die twee mensen. Ik heb ze eens een keer samen op een wipplank zitten. Zaten alle twee op de grond. Ik weet ook niet, ik zou ook niet een weddenschap afdurven sluiten wie nou het zwaarst is, hoor. Tineke of Bosboom, ik weet niet. Hoor. Ik denk Tineke. Ja, ik denk Tineke. Ik heb Tineke een keer hier buiten voor de deur zien staan in een rode jurk. Kwam er een man voorbij, die gooide de twee briefkaarten in. Dus... Nee hoor, ik maak flauwekul, want ik vind Tineke veel te aardig. Met Tieners zeggen wel, ik vind Tineke zo'n meid, ik vind het zo gezellig. Ik zag de laatste keer dat ik haar zag was in Den Haag bij de première van The Phantom. Zat ze op de hele eerste rij. Ongelooflijk. Ja, nee, ik maak echt niet, maar ik vind... Ja, als komiek moet je wel eens af en toe een grapje maken. Ik vind het leuk, zoals ze dan ook het programma opent altijd van... Hallo allemaal. Leuke start, hè? Hallo allemaal. Dat roept ze ook s'morgens als ze de dekens openslaat. Hallo allemaal. Maar ik vind af en toe, want het is zo lief mens, maar dan vind ik het zo zielig. Maar we hebben alles aan gedaan om af te vallen, dat weet ik, want ze hebben veel aan gedaan. Ze hebben laatst nog een visdieet gevolgd, een visdieet. Dus ook wie is niet, moet je een maand lang moesten alleen maar vis eten. Nou, ze hebben 3 weken volgehouden, totdat ze door de wangen begon te ademen, dus ze ermee gestopt. Nou, ze hebben alles geprobeerd. Ze hebben zelf de weegschaal hebben ze uit de badkamer weggehaald. Hebben ze voor de ijskast neergezet. Maar ja, als ze erop gestaan, ziet ze de weegschaal niet meer. Dus dat heeft bijna nog nut natuurlijk. Wim Bosboom is het wel gelukt om af te vallen. Die is één keer zo verschrikkelijk afgevallen. Die trok 's morgens onderbroek aan, viel die door zijn gulp heen. Nou, dan ben ik afgevallen. Maar wat maakt het uit? Het maakt dus uit of je een beetje gezet of een beetje corpulent bent. Over het algemeen zijn het gezellige mensen, dikke mensen. Je moet alleen geen strakke kleding gaan dragen. Je moet een beetje makkelijke kleding maar. Een beetje makkelijk. Zo, Tineke ook, die van de week doeken zachter had ze lekker een telefooncel aangetrokken. Nou, dat zit lekker. Dikke mensen zijn gezellig. Weet je wat ook heel gezellig is? Hele gezellige man. We hebben, dat vind ik zo'n leuke man. Hoe heet die met die natte neus? Hij had een natte... Martin Gaus. Die zit hier ook regelmatig in de studio, hè? Die komt hier heel regelmatig. Ja, niet alleen. Hij is altijd onder begeleiding. Hij mag niet loslopen, natuurlijk. Zo. Dat vergeet ik nou iedere keer. Nou, denk ik er weer aan. Jacques d'Ancona is zo ziek geweest, hè? Ja, volgens mij ben je al zo klein en word je nog ziek ook. En dat vergeet ik iedere keer om even hartelijk beterschap. Hij ligt thuis, ligt hier nog een beetje bij te komen. Hij heeft een operatie gehad. Ik weet ook niet wat er nou precies mee. Ze hebben zijn gifklieren eruit gehaald, geloof ik. In ieder geval, hij is nu ongevaarlijk meer. Maar ik vind,
Hij ligt thuis natuurlijk vast eens tegen te kijken. En zeggen, Sjaak, van harte beterschap. Misschien is dat leuk als we dat even met z'n allen doen. Hè? We even met z'n allen zeggen, Sjaak, we hopen dat je weer gauw op het scherm komt. Zullen we het even met z'n allen doen? Tel ik af. Sjaak, we hopen dat je weer gauw op het scherm komt. 1, 2, 3. Sjaak, we hopen dat je weer gauw op het scherm komt. Wat kan u lief... Nee hoor, het is allemaal flauwekul. Sjaak, we menen het echt. We hopen dat je gauw weer komt. We gaan gauw verder met het volgende onderdeel van het programma. Nu weet ik alleen niet meer wat het volgende onderdeel is. Maar Guus, de regisseur, weet ik. Als u het nu even aankondigt, Guus, kun jij het even aankondigen? Ik zal het even doen, ja. Dan gaan we daar nu mee verder. We krijgen nu dan, heren. Het is heel leuk. We gaan over naar Loes.